De baard op je beeldscherm. Welkom. Leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, ik heet jou natuurlijk ook van harte welkom. In deze video vertel ik 5 tips voor beginners. Let's go! Als je hier bent gekomen via mijn andere video, thuis trainen met gewichten, goed bezig. Als je die nog niet hebt gezien, dan verschijnt die hier ergens in beeld. En ik zet hem natuurlijk in de videobeschrijving. Maar zonder dat reclamepraatje. Nummer 1 is volg een schema. En dan heb ik het zowel over een voedingsschema als over een trainingsschema. Waarom, hoe, wat? Zonder deze twee dingen, je kan nog zo goed trainen en je kan daarbij slecht eten en dan zal er helemaal niets gebeuren. Verdiep je even in deze twee dingen, ook daar heb ik video's over. Het is natuurlijk ook leuk om telkens progressie te boeken. Als jij in week 1 50 kilo bankdrukt en in week 12 nog steeds 50 kilo bankdrukt, dan gaat je motivatie zo en je bankdruk blijft zo, in plaats van dat je motivatie zo gaat en je bankdruk ook zo gaat. Nummer 2 heb ik het eigenlijk al over gehad. Kort samengevat, ik zal hem kort houden. Verdiep jezelf in voeding. Zoals ik net al zei, je kan nog zo hard trainen. Als je daarbij niet goed eet, dan is het allemaal weggegooide moeite. Dat is hartstikke zonde. Ook hier heb ik video's voor op mijn kanaal. Nummer 3 zijn doelen. Doelen of een doel. En dan heb ik het niet zozeer over ik wil 20 kilo afvallen of ik wil 20 kilo spiermassa bijkomen. Perfect doel. Alleen deel dat doel eens door 12 maanden. Zorg ervoor dat je elke maand een halve tot een hele kilo spiermassa aan wil kopen als dat je doel zou zijn. Zodat je aan het einde van het jaar op die 12 kilo zit, 6 kilo. En ook hetzelfde geldt als met het afvallen. Het is allemaal een veel te groot plaatje. Als jij in maand 1 bezig bent, je start maand 2 ben je nog steeds bezig en maand 3 weer. Dan zou je dus over die 3 maanden misschien 6 kilo verloren moeten zijn, afhankelijk van wat je doel is. Zodra het bij maand 1, 2, 3 al niet meer goed gaat, dan kan je gelijk ingrijpen. Terwijl als je een heel jaar verder bent, dan heb je zoiets van, oh ja, het is dit jaar niet gelukt. Ik ga maar weer eens een keer opnieuw proberen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde van je tijd en van je energie. Nummer 4 is een tijdstip plus een dag. Kies een tijdstip en een dag waarop je gaat trainen. Vast, period gewoon. Dus geen discussie over mogelijk. Jij traint op die dag. Jij traint op dat tijdstip. Als je iemand vraagt of je wat kan doen, je moet wat gaan doen. Het kan gewoon niet. Jij traint dan. Waarom hamer ik hier zo op als ik een vast tijdstip en een vaste dag heb? Dat is niet alleen voor mij persoonlijk, dat is ook voor de mensen die ik hier train. Dat adviseer ik ook altijd. Dat is als jij dan op de bank zit en het wordt voor mijn geval is het 7 uur 's avonds. Als je dan om 7 uur 's avonds op de bank zit en je gaat niet en je kijkt naar de klok, dan weet je diep van binnen, shit. Ik moet eigenlijk gaan trainen, ik ben eigenlijk aan het liegen tegen mezelf. Ja, als ik nu niet ga, dan gaat het eigenlijk niet goed. Terwijl als jij gewoon zegt, nou, ik ga vanavond trainen, dan heb je zoiets, kijk op de klok, 7 uur, ik gaf een uurtje wel. Een uurtje verder, net gegeten, ik zit een beetje vol, ik wacht even tot gezakt is. 9 uur. Nou, dan vandaag niet, dan morgen maar. Al met al, weer je tijd weg, weer je energie weg, hartstikke zonde. Nummer 5, je zal het niet geloven. Ik. Dan gaan we weer. Kijk mijn andere video, thuis trainen met gewichten, daar staan nog meer tips in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan op deze video. Of abonneer dan op mijn kanaal, sorry, dan heb je nog veel meer video's. Bedankt en tot volgende week.